Wat fijn dat je vandaag terug bent bij de dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Want hoe je het ook doet, tijd nemen om in Gods aanwezigheid te komen is altijd het beste. Jouw overdenking voor 21 februari. Haal God uit de alleen voor noodgevallen doos. Het Bijbelvers voor vandaag staat in 1 Korintiërs 3 vers 16. Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de geest van God in uw midden woont? Ik bracht slechts af en toe tijd met God door of als ik een groot probleem had. Uiteindelijk leerde ik dat, wanneer ik ooit zou willen stoppen om van het ene noodgeval naar het andere te gaan, ik God dagelijks moest zoeken omdat ik hem wanhopig nodig had. Het is waar dat God ons altijd zal helpen wanneer wij bij hem komen. Maar als we een constante overwinning willen, dan moeten we God uit de alleen voor noodgevallen doos halen en hem in ons dagelijks leven uitnodigen. God wil een persoonlijke relatie met ons hebben. Hij bewijst dit met het feit dat hij in ons woont. Toen Jezus aan het kruis stierf, maakte hij de weg vrij voor ons om een persoonlijke relatie te hebben met de Almachtige God. Als God een alleen voor noodgeval relatie had gewild, dan zou hij ons enkel af en toe bezoeken. Maar hij zou zeker niet gekomen zijn om een permanent verblijf in ons te hebben. Wat een geweldige gedachte! God is jouw persoonlijke vriend. Wil je hem vandaag uit je alleen voor noodgevallen doos verwijderen? Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heer, ik weet dat het christelijke leven zoveel meer is dan een alleen voor noodgevallen of backupplan. Omdat u in mij woont, wil ik u als een persoonlijke vriend kennen, in plaats van u alleen aan te roepen wanneer ik in problemen ben, wil ik u elke dag zoeken. In Jezus' naam. Amen. Fijn, hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking? Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen. Mocht je anderen ook willen attenderen op deze podcast, abonneer je dan op ons kanaal en stuur deze overdenking door aan iemand die vandaag een bemoediging kan gebruiken. Alvast bedankt.